Ook het Alzheimer Café kan u helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het Alzheimer Café is eigenlijk een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en voor dementerende en voor alle belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp dementie. Ik denk zeker dat het Alzheimer Café bij kan dragen aan het langer thuis wonen met dementie. Want ik denk dat als mensen de juiste informatie hebben en op tijd goede informatie hebben en zich gesteund voelen door allerlei informatie en daardoor ook beter en langer voor de dementerende thuis kunnen zorgen. Maar dat wist ik niet, dat nog nooit in de ziekte gehoord. Ik ben nou even Alzheimer. Ik woon nog thuis. Ik ben nu wel dement verklaard. Ik ben gewoon zelfstandig wonend en dat gaat prima. Ik ben een tamelijk gewone onzaler, denk ik. Ik kom vrijwel altijd met mijn zoon. En dat doen we omdat we het gezellig vinden. Zou je zeggen, ja, maar Tom... Als ik het gevoel heb dat we over hetzelfde een beetje aan het praten zijn en elkaar begrijpen, ja, dan vind ik dat prachtig. Mooier kan het niet, zou ik zeggen. Ik vind het altijd leuk als ik iets van mezelf een beetje kwijt kan. Dat gevoel ergens mee te maken. Ik ben nu al 7, bijna 8 jaar mantelzorger van mijn man. De praktische dingen die weten we onderhand wel door ervaring. Maar de nieuwe inzichten, de veranderingen, wat er op de markt komt, de politieke veranderingen in de zorgverlening, hoor je allemaal in het Alzheimer Café. En de sfeer, er is harmonie. En toen merkte ik dat we het nog best fijn konden hebben samen. Dat we nog gelukkig konden zijn. Maar je merkt toch wel dat het heel erg gewaardeerd wordt door de mensen. Voornamelijk ook door het stuk informatie wat ze krijgen. Het is belangrijk voor mensen om informatie te krijgen, zodat ze op tijd ook kunnen inspelen en actie kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld, laatst hadden wij een notaris hier in het Alzheimer Café. En dat wordt dan toch wat laagdrempeliger. De mensen stappen toch eerder naar een notaris toe om eens vrijblijvend te gaan informeren. Toen die avond hier geweest was, toen heb ik het initiatief genomen om naar een notaris te gaan. En die man die heeft... Ik had eerder niet zoiets, maar die heeft een notariële akte opgesteld. Met jou, nou ben ik het woord kwijt, zelfs zo dadelijk, maar dat kan, hè, dat kan. Met jouw erfenis kwesties, ja. Een vragenbriefje, stel dat u een vraag hebt. Die vrijwilligers, die doen dat vanuit hun hart. Die zijn de empathie die hier is. Dat voel je aan alle kanten. Het Alzheimer Café ontlast mij als mantelzorger niet van mijn dagelijkse dingen, maar wel van mijn geestelijke druk. Ik kom hier ook altijd heel ontspannen vandaan. Je hebt weer wat geleerd en je hebt lotgenoten gezien en je weet dat je niet alleen met dat grote probleem zit. Het Alzheimer Café is een heel nuttig verschijnsel hier in onze zaal. Het wordt nog niet zoveel bezocht, maar dat komt omdat, denk ik, de mensen een beetje huiverig zijn voor het verschijnsel Alzheimer, ziekte en dat soort dingen. Dat moet snel veranderen. Mensen moeten daar heel gewoon over kunnen praten, vind ik. Voor mantelzorgers is het Alzheimer Café, ik zou bijna zeggen, een warm bad. Je wordt bevestigd in de mogelijkheden die er allemaal nog zijn. En niet in dat zielige hoekje gedrukt. Ik denk dat daar ook het Alzheimer Café een hele grote rol bij ons ingespeeld heeft. En wat ik zeg, en de bevestiging. Het is de bevestiging dat je iets hebt wat wel heel erg is. Maar ja, je bent er nog en je kunt ermee leven.